Gent is weer helemaal into film. Op het programma van het filmfestival staan ook 10 kortfilms van Belgische cineasten. Voorlopig zit daar nog geen werk tussen van Reinoud Putman, maar dat kan misschien nog wel eens komen. Reinoud is 14 en hij filmt al 2 jaar. Momenteel is zijn 3e kortfilm in productie. Thomas de Grave bij Reinoud op de set. Komt van rechts met uw team. Je draait u om naar uw team en hij zegt van jullie twee naar boven. Jullie twee de eerste verdieping. Ik kom naar buiten. Ja. Kijk, ik ga gewoon gaan naar boven. Op mijn 8-jarige leeftijd ongeveer werd ik al heel gepassioneerd door vliegen en nu ook door wetsen. En toen mijn ouders een camera kochten, dacht ik van ja, dat is het moment. En ben er met mensen beginnen over spreken. En die vonden dat ook wel tof en dan zijn we begonnen met een film te maken. Nee, kom hier staan en je loopt naar links. Dus loop ik gewoon rechtdoor. Dus het begin is gewoon scenario schrijven. Normaal gezien begin ik zo een idee te krijgen. En een maand, 2 maanden later ligt de kern echt wel vast. En daarna ga ik op zoek naar de acteurs die willen meedoen. Dan leggen we data's vast. Gaan we gaan opnemen en dan het laatste eerst monteren. Een beetje verder nog. Ik heb je nog in beeld. Ja, klaar en actie. Tim en ik gaan tuinen zoeken. Jullie gaan naar boven en kijken of daar iets is. Oké? En terug weg. Ja, goed. Nog een keer. Je staat hier nu met je camera en met de microfoon op statief in je andere hand en je moet hem volgen en die micro mag nooit in beeld komen. Ja, we proberen het. Vanaf dat ik zie dat hij in beeld komt, doen we dat opnieuw. Want normaal gingen er nog acteurs zijn, maar die konden vandaag niet. Dus proberen we het alleen. Maar dan later gaan we waarschijnlijk de andere acteurs erbij plakken, zal ik maar zeggen. Dus we pakken een beeld van Kevin die tegen de andere acteur spreekt. En dan op de volgende opname zullen we doen alsof dat hij daar ook weer is. Dat die acteurs ernaar luisteren. Filmen is eigenlijk allemaal een beetje foefelen, hè? Inderdaad, ja. Je moet zoveel mogelijk knippen en plakken en zo lukt het wel. Klaar? En actie. Kevin, jij bent hoofdinspecteur. Ja. Heb je daar lang voor moeten studeren? Nee. Wat moet een goede hoofdinspecteur kunnen? Inzicht hebben en al. Hoe kunnen we. En we zorgen dat hij overal aanwezig kan zijn op bepaalde momenten en zo. Maakt eigenlijk niet uit, want ik weet ook, hij gaat toch weer negatief doen en kritiek geven. Maar ja. Is Reinoud een strenge regisseur? Nog altijd ja. Het is altijd zo 20 keer opnieuw? Meestal wel, maar soms is het ook 1 keer in 1 keer hoe. Maar het zijn ook bepaalde scènes dat er bijvoorbeeld eerst staan bij een fiets. Gaat hij van dichtbij met de fiets en dan moeten we van eenmaal ver zo staan voor te kijken en dan vertrekken we. Dan gaat hij van dichtbij weer, dan moet hij weer vertrekken. Die scènes zijn wel nog plezant, maar dat we zo opnieuw moeten praten en constant, dat is wel een beetje ambetant. De acteurs vinden jou een strenge regisseur. Vindt hij dat van jezelf ook? Op sommige momenten is dat inderdaad wel zo, ja. Ja, ik moet natuurlijk wel. Het is nog altijd mijn film. Ik probeer natuurlijk hem wel wat vrijheid te geven. Maar ja, het moet natuurlijk zijn zoals ik ergens wil, ja. Nu gaan we opnemen dat je aan het zoeken bent in het mos en zo naar een mes. We proberen daar een beetje geweld in te steken, maar het is natuurlijk de bedoeling dat het voor iedereen bekijkbaar is. Dus zowel voor jong als oud. Echt heel veel geweld proberen we te vermijden. Het is een politiefilm zonder geweld, ja. Zelfs in flikken zit er geweld, hè. Voor jou mag er meer geweld in. Ja, voor mij wel, ja. Er moet een beetje slaag en bloed aan te pas komen. Ja, bloed niet echt te veel, maar slaag wel, vind ik. Oké, we zijn klaar voor het volgende shot. Ja, dus nu ga ik de camera laten lopen. En vanaf dat ik actie zeg, ga ik even dus komen. Klaar? Actie. Kevin, wat ben je aan het zoeken? Een mes. En dat in de struiken verborgen zegt, zo gezegd. En ja, we hopen dat we het vinden. Wat doe je eigenlijk met je films als ze af zijn? Ik maak er dan dvd's van en toon dat 1 keer in het groot. Voor een publiek van 100 of zo, man. Ik weet niet of dat respons dat erop gaat komen. Dat is dan jouw grote première? Ja, inderdaad. De meeste jongens van jouw leeftijd gaan voetballen of fietsen of zitten in de scouts en jij maakt films. Ja, nu ik fiets ook wel hoor, maar films, ja. Als je erdoor geboeid raakt, kunnen er eigenlijk niet vanaf geraken. Dat is gewoon een hele grote voldoening voor mij. Als je dan
de mensen hoort van ja, het is goed en zo. Daar haal je dan weer kracht uit om eigenlijk verder te doen. En de acteurs vinden dat ook wel zo. En als acteurs door willen gaan, zolang dat dat is, ja, ga ik dat ook doen. Hè. Meer informatie over de kortfilms van Reinhard Putman vind je op radio1.be.